haastad van Rotterdam. En we zijn hier al aardig goed bezig. Er was er net een mooie brassband die aan het muziek spelen was. En wat fijn dat jullie vanavond bij ons zijn. Je hebt me al voorgesteld, maar voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben inderdaad Jeroen Blok. Ik ben werkzaam als verpleegkundige op de intensive care afdeling en de spoedeisende hulpafdeling in een ziekenhuis midden in het centrum van Den Haag. Vanavond gaat het nogal ergens om. Er zijn waarschijnlijk mensen die vanavond nu thuis zitten en voor het eerst aanwezig zijn. Maar er is ook een grote groep die aanwezig is. Die weten dat wij al een jaar in actie zijn voor de onmisbaren. De onmisbaren. Beroepen die mensen met beroepen die eigenlijk altijd aan het werk zijn. Zowel in de ochtend, in de middag, in de avond en in de nacht. Coronacrisis of geen coronacrisis, wij staan er en wij lopen ook niet weg van onze verantwoordelijkheid. Nou, nu dat we eigenlijk een beetje teruggaan naar onze normale werkelijkheid, is het juist belangrijk dat we zorgen dat we ook een goed loon krijgen. En vaak verdienen we eigenlijk niet meer dan 14 euro per uur. Een uurloon van nog geen 14 uur en dat anno 2022. En het is belangrijk dat als de coronacrisis, hè, omdat we nu een beetje terug zijn in normale werkelijkheid, deze groep onmisbaren niet terugzetten in de schaduw. En daarom, ik kan het natuurlijk niet alleen doen, en daarom heb ik hier een mooie groep mensen om mij heen die vanavond aanwezig zijn. Nou, laat jullie ook maar even horen en zien. Hey! Nou, het is natuurlijk fantastisch dat we dat met z'n allen doen. Maar we hebben nog veel meer. We hebben namelijk Kenneth en Aniek. En die staan bij mij en ook een aantal mensen van de lokale politieke partij van Rotterdam. En ik wil graag aan Kenneth vragen. Kenneth, waarom ben jij hier vanavond aanwezig bij ons in Rotterdam? Ik ben hier vanavond omdat ik al enige tijd samen met lokaal FNV Rotterdam in actie ben voor het verhogen van het minimumloon naar 14 euro. Dat vinden wij hard nodig, want in de wijk waar wij komen en werken, komen we veel mensen tegen die ook echt hard werken, maar gewoon niet rond kunnen komen met wat ze verdienen. Vandaar dus dat wij hier vol in de campagne zijn gegaan al een tijdje voor het verhogen van het minimumloon naar 14 euro. Dat moet een loon zijn waar je de meeste een leefbaar leven normaal leeft. Goedenavond, mijn naam is Aniek. Ik ben verpleegkundige in de ziekenhuiszorg en oncologie. Ja, wij hebben ook ons postje wel gehad natuurlijk de afgelopen jaren. Niet alleen de jaren van de coronacrisis, maar eigenlijk ook al ver daarvoor. De werkdruk neemt toe. Het is af en toe niet meer bij te houden. We draaien dubbele diensten. Dus het geldt niet alleen voor onze ziekenhuizen, maar het geldt zeker ook voor de mensen in de thuiszorg, de ouderenzorg. Voor mensen van het zorg voor gehandicaptenzorg. Dat speelt overal. En het probleem is ook dat een heleboel van die mensen werken voor minder dan 14 euro per uur. En dat is gewoon niet vol te houden. Alle kosten gaan omhoog. Kijk maar naar wat op het moment allemaal gebeurt. Voor minder dan 14 euro kan je op een gegeven moment niet meer rekenen. Dat is niet meer te doen. Dus we kunnen 14 euro? Minima. Dus nou ja, we hebben hier mensen staan van de lokale politiek in Rotterdam en niet. Volgens mij hebben we vast al een vraag voor hen. Ja, ik ben wel benieuwd wat u gaat doen voor alle onmisbaren in Nederland. Nou ja, we gaan het gewoon even vragen. Ja, u moet het vandaag ook bij mij doen, het is niet wat dat is. Mijn naam is Robert Simons, ik ben lijsttrekker voor Leefbaar Rotterdam. En op deze vraag hebben wij een van onze motto's is werken voor de bewoner. Dus als de gemeente aanbesteding doet of een opdracht geeft, vinden wij 14 euro meer dan rechtvaardig. Daar zal ik me voor inzetten in de gemeente Rotterdam. Want daar gaan we. Nou, we gaan door naar de meneer van de Partij van de Arbeid. Ik zou zeggen, kijk in de camera, u hoeft niet naar mij te kijken. Zo mooi ben ik niet. Ik heb een minuut, hè? Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is Richard Moti, de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Ook een oud-collega van de FNV, ruim 10 jaar gewerkt. En ik vind het heel belangrijk dat het minimumloon in Nederland omhoog gaat naar 14 euro. Ik ben ontzettend blij dat de gemeentes inmiddels het in hun eigen CAO hebben geregeld. Maar we moeten het ook regelen voor al die andere onmisbaren in onze samenleving. Daarom is de Partij van de Arbeid een groot voorstander om bij elke inkomen
risico's op elke aanbesteding, elke subsidierelatie op te nemen. Dat elk bedrijf die van ons opdracht krijgt, euro's krijgt, dat ze ook minimaal hun personeel fatsoenlijk betalen. En dat betekent minimaal 14 euro. Daar ga ik voor, ook naar 16 maart. Voor 16 maart hebben we al geprobeerd als gemeenteraad een motie in te dienen namens de Partij van de Arbeid. Die haalde het helaas niet. Er zijn een aantal partijen die toen tegenstemden. Maar ik hoop nu met al deze partijen die hier nu zijn, dat we na 16 maart het ons wel gaan lukken. Oké. Nou, u heeft twee buurvrouwen. Ik ga gewoon even voor naar achter, mevrouw. Ja, mijn naam is Jo Nunnery. Ik ben kandidaat voor D66, nummer 3. En een heel goed signaal, want ik herken vanuit de verhalen uit de stad hoe belangrijk het is om daar aandacht aan te besteden. Gelukkig is het ook geregeld op dit moment in het regeerakkoord. Wij als D66 hebben toen de tijd bij het regeerakkoord gevraagd voor 10%. Dat hebben we helaas niet gekregen, maar 7,5% om het minimumloon te verhogen. En dit is natuurlijk ook wel van belangrijk om dit in fases te doen. Maar vooral ook te kijken naar de uitgaves van alle mensen die zo hard werken, Kenneth en Ingrid. En dat is nu heel erg van belang om daar ook aandacht aan te besteden. Ik denk dat u Aniek bedoelde net, maar ik ben Christine Eskens van CDA. En tot 4,5 maanden geleden was ik zelf werkzaam in de jeugdzorg. Dus ik weet hoe knijterhard er gewerkt wordt. Of het nou gaat voor de mensen die het vuil ophalen of de mensen in de zorg. Uiteindelijk is er de afgelopen 2 jaar het onmogelijke gevraagd van deze groepen. En ik denk dat wij als gemeente moeten ervoor zorgen dat we gemeenteambtenaren kunnen betalen, maar ook de voorwaarden scheppen voor goede contracten met al de mensen die wij inhuren. De eerlijkheid is dat we daar natuurlijk ook Den Haag voor nodig hebben. Op het moment dat wij onvoldoende gecompenseerd worden, zou het in de gemeente ook ongelooflijk ingewikkeld door keuzes te maken, bijvoorbeeld tussen het openhouden van de bibliotheek, de zwembad en het betalen van de mensen die voor ons werken. Dus uiteindelijk zullen wij ons met elkaar in moeten zetten voor een goed loon, voor de basisvoorwaarden dat die tarieven zodanig zijn dat mensen ook goed loon. Meneer, aan uw jassen zien met u van de SP. Jazeker, ik ben Theo Joskoen van de SP en uit Rotterdam. Ik ben een van de lijsten van de SP. Ik vind het jammer dat D66 en het CDA nog niet voor 14 durven te kiezen. De SP doet dat wel. De SP kiest ook voor het hele lokale 10-puntenplan van de FNV. En ik hoop toch dat na 16 maart zowel D66 en het CDA lokaal in ieder geval achter die eis van minimaal 14 euro durven te gaan staan. In ieder geval voor het eigen personeel, maar ook bij het uitbesteden en aanbesteden. Want de schoonmakers, de kenners, de verpleegkundigen, de mensen van de thuiszorg, die verdienen minimaal 14 euro. Als je alleen maar kijkt naar de stijging van de energieprijzen, dat is gigantisch. En dan hebben sommige mensen, Kenneth noemde het al, 2 baantjes nodig om rond te komen, dan lukt het nog niet. Dus we moeten echt omhoog, die lagere loonschalen, de echte onmisbaren, die verdienen dat. Ja, die zijn niet onzichtbaar, maar wel onmisbaar. Dat moet omhoog, op die manier. Dankjewel. We hebben nog één meneer hier naast mij. Hi, ik ben Stefan Lewis, kandidaat voor GroenLinks. Op dit moment ook gemeenteraadslid en ook trots lid van de RNV. Ik heb mijn hele leven gewoond in Rotterdam, in wijken zoals de Afrikanenwijk, Oud-Matenesse, Spangen. Ik heb het gezien. Ik heb het ervaren, mensen die op minimumloon moeten werken. Ja, dat is ontzettend moeilijk rond te komen en het wordt steeds moeilijker. En dat is echt onacceptabel dat je gewoon keihard elke dag 40 uur in de week werkt en dat je dan niet je rekeningen kan betalen. Dus het is meer dan normaal dat de FNV vraagt om 14 euro in het uur. En dat is wat wij als stad ook moeten doen. Wij zijn als stad grootste werkgever in Rotterdam. Als wij die stap durven zetten, niet alleen als gemeente zelf, maar via die aanbestedingen, mijn collega's hebben het al gezegd, dan kunnen we heel de markt meten. Dat is heel belangrijk, want we moeten niet alleen gaan naar de gemeente, we moeten gaan wat heel Nederland doen. Die 14 euro moet absoluut niet doen. Nou, dankjewel. Ik ga u even meenemen met Kenneth, want daar heb jij vast nog iets van vragen. Ja, prachtige woorden allemaal, zo te horen, Rob. Toch wil ik in deze op de man afkomen of de vrouw. Ja, ik wil echt vragen. Wat gaat u nou echt concreet doen om die 14 euro van elkaar te krijgen? Eigenlijk op de man af, gaat u voor zorgen voor 14? Gaat u zorgen voor 14? Nou, dat lijkt mij een korte, duidelijke vraag. Kijk nog maar een kort, duidelijk antwoord. Meneer Van Lee, gaat u zorgen hier in Rotterdam voor 14 euro? Voor Rotterdam zeker. Daar maakt ons hard voor. We hebben eerder van gesproken. Landen gaan wij niet komen.
gaan Wim Lofte doen die we klaarmaken. Als Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de mensen inhuurt, bij aanbestedingen, zullen wij ons hard maken voor de kinderen. En, want ik heb net ook gehoord, er is eerder een motie geweest. Heeft u nog niet voor Veerdi gekozen? Hoe gaat u daar nu de komende periode wel voor zorgen? Die motie ging over landelijke invoering van de minimumloon van 14 euro. En of de burgemeester daarvoor wou lobbyen. Hebben wij gezegd, wij zijn gewoon een lokale partij. We gaan voor Rotterdam. Dus dit moet in Den Haag geregeld worden. Al die partijen die ook in het college zitten, zitten ook in Den Haag. Dus jullie moeten dat gewoon regelen. Daar hebben wij het toen niet voorgesteld. Maar u gaat er nu in Rotterdam speerpunt voor maken? Nou, we hebben heel veel speerpunten. We hebben veiligheid, schone straten enzovoort. Maar aanbestedingen en opdrachten van de gemeente gaan we hard maken voor 14 euro. Dat vinden wij beperkt te belonen. Dat beloof ik. En de rest, dat laat ik Dat wordt een belofte voor 14 euro. Dat is een goed begin. En gaat de Partij van de Arbeid daar dan in? De Partij van de Arbeid vindt sowieso dat als iemand werkt, die gewoon moet rondkomen. Dat je gewoon je rekening kunt betalen. Het is ook gewoon goed werkgeverschap dat je werknemers ook gewoon hun rekening kunnen betalen. En wat ons betreft gaan we dus alleen maar zaken doen met werkgevers die ook hun werknemers goed behandelen. Dat betekent dat we alleen maar opdrachten gaan geven, als het aan de Partij van Arbeid ligt, aan werkgevers die ook minimaal 14 euro aan het personeel betalen. Daar willen wij een punt van maken in de coalitieonderhandelingen. Dat kunnen we ook afrekenen als het niet lukt. Want wat het huidige kabinet doet is echt veel te weinig. Schamelen is 80 cent per uur erbij maar. En dat pas in 2025. Terwijl het nu gewoon nodig is. De rekeningen zijn nu heel hoog, de energieprijzen zijn nu heel hoog, de brandstofprijzen zijn nu heel hoog. Nu is er actie nodig en niet pas 80 cent in 2025. Dus even een kat in de tijd, want hè, op de PvdA zegt ja, dan ga je Rotterdam ook doen. Ja. Ja, en nu. Ja, dan zou je de vraag in D66 hebben, maar van, gaan we in D66 Rotterdam kiezen voor 14 euro? Ja, dat was kennis. Nou, laat het duidelijk zijn. Er is natuurlijk al heel veel op landelijk niveau geregeld. Laten we dat vooral niet vergeten. Want als we hier roepen dat we dat 14 euro 100%, dat moet natuurlijk ook op een goede manier georganiseerd worden. Hè? Dat is een hele belangrijke. Het gaat mij en om D66 ook om de bestaanszekerheid. Dat er goede banen komen en dat die banen ook behouden kunnen worden. En vervolgens ook doen werk aan de uitgaven van alle hoge lasten van de mensen. Ik ken het, ik ken de verhalen uit de stad. En het is belangrijk dat we daar aandacht aan besteden. En dat we zeker werken om in die fases te gaan voor een hoger. En als ze nu vragen 14 euro ja of nee, hoor ik dat dan misschien? Een heel belangrijk punt. En misschien, dat zou ik op dit moment zo niet willen zeggen. Maar ik vind het ook belangrijk om nogmaals te benoemen. Laten we ook kijken dat er al heel veel geregeld is in het regeerakkoord. Nou, regeren, dat is mevrouw van het CDA. Daar gaat u vast ook wat van vinden. Zeker, nou 14 euro is natuurlijk gewoon een tarief wat gewoon ongelooflijk belangrijk is als minimumloon. Maar laten we ook gewoon eerlijk blijven, die inzet die moet vooral ook naar Den Haag daar veel luider doorklinken. Want wij kunnen hier heel gemakkelijk zeggen, maar wij gaan elke opdrachtnemers die wij instellen compenseren voor 14 euro. Maar we weten ook dat we dat niet rondkrijgen in de gemeentebegroting. Dus wat mij betreft moeten wij vooral heel fors de druk op Den Haag leggen, dat zij daarvoor, dus op de ouderenzorg, voor de jeugdzorg, voldoende aan de gemeente compenseren, zodat wij ook die 14 euro kunnen betalen aan al die mensen die zo ongelooflijk belangrijk zijn voor al het werk in onze stad. Maar niet alleen dat, het gaat ook over de energie in de toekomst, voor het eerst de plan uit. Want met 14 euro minimumloon kun je nog steeds je energieprijs op dit moment betalen, op het moment dat die nu zo enorm stijgt. Dus wat ons betreft moeten we vooral heel erg duidelijk maken aan Den Haag wat effecten zijn op mensen hier in Rotterdam. Daarna doet u regelmatig mee. En laten we ook eerlijk zijn, er zijn steden, zoals Utrecht, die zeggen, ja, wij maken die keuze wel. Dus ik ga het u nog één keer vragen. Doet het CDA mee aan de 14 uur? Dat is de inzet, op het moment dat wij ook voldoende tegemoet komen krijgen met de dan ga ik nog even door naar meneer van CDA SP. Kies u van 14? Ja, natuurlijk, minimaal 14. Dat is gewoon een kwestie van mensen, de waardigheid van mensen die dat onmisbare werk doen, dat je dat doet. En als mevrouw van het CDA zegt, dat ze nu al niet rond kunnen komen, hoe, moet, hoe kan dat dan zonder die 14 euro? Dus dat moet, en de Rotterdamse stad van geen woorden maar daden, heb ik tenminste altijd meegezongen en velen met ons. En wij, al die mensen die hier staan, die moeten gewoon de gemeente gaan straks eraan herinneren dat het echt moet. Dat is gewoon een kwestie van respect, een kwestie van menselijke waardigheid, dat je minimaal 14 euro betaalt als je werk gaat doen voor de gemeente Rotterdam. Heerlijk kan het. Dat is een duidelijke ja van de SP, dankjewel. Ja, heerlijk kan het. Waarom kan Rotterdam het niet? Dan gaan we nog door GroenLinks. Ook zo'n duidelijke ja?
Ja, zonder meer. Als wij 23 zetels krijgen, dan kan ik je garanderen dat het 14 euro wordt. Als dat niet zo is, dan gaan wij de onderhandelingen in met speerpunt dat het 14 euro moet worden. Dat is in ieder geval ook een duidelijke. Ja, dan ga ik nog even terug naar onze interview, want volgens mij moeten we op gaan schieten. Ja. We hebben daar een hele mooie 14 staan. Ja. Hebben jullie hier nog een toevoeging? Ja, ik wil toch ook heren namens de politici zeggen dat dank u wel voor uw toezegging in elk geval. Degene die inderdaad expliciet ja hebben gezegd, dat is goed, degene die nog blijven. Wij gaan u houden aan de woorden die u zeggen. En rekenen maar op dat wij ook na 16 maart hier weer afkomen om te vragen wat is er gebeurd met de VN. Hele mooie woorden, dank jullie wel. Maar ik wil jullie wel aan herinneren dat wij vanuit de FNV als communist waren de politiek en Rotterdam goed in de gaten zullen gaan houden. Dat gaan we zeker doen. Jullie hebben vanavond al in levende lijven onze Aniek gezien, maar we hebben nog een Aniek. Ons symbool voor de onmisbare. Ons standbeeld voor de onmisbare. Een standbeeld dat de laatste tijd eigenlijk door heel Nederland heeft rondgetoerd en volop in de schijnwerpers heeft gestaan. En wij willen ons symbool laten blijven beschijnen, zodat eigenlijk alle onmisbaren nooit meer onzichtbaar zullen zijn. Ik wil u aandacht vragen voor onze Aniek.